heel stilletjes bijna in de basis gekomen. En sindsdien gaat het voortreffelijk met Excelsior. Is 1-1-2 Milan? Nee, dat is te kort door de bocht, denk ik. Het klopt dat er sinds ik speel de resultaten wel een stukje beter zijn. Maar dat nou door mij komt, dat gaat veel te ver. Het is wel een heerlijke reeks waar jullie opeens in zitten nu. Ene kant wel, andere kant ja, met die ene puntjes de hele tijd is het niet dat je lekker afstand kan nemen. En de tegenstanders blijven ook punten pakken, dus dat we nou heel gerust zitten, dat nog zeker niet. Nee, want het is jammer inderdaad, je blijft lang ongeslagen, maar als je naar die ranglijst kijkt, dan kun je nog steeds niet lekker rustig achterover zitten. Nee, de verschillen die blijven ongelooflijk klein eigenlijk. En dat zal voorlopig denk ik nog wel zo blijven. Ja, is het daarom zaak, enorm cliché, om een keer te winnen, want dan ga je echt sprongen maken. Ja, natuurlijk. Nee, we snakken daar ook gewoon naar dat je een overwinning weer erbij kan schrijven. En dan hoop je weer een gaatje te kunnen slaan. Tegen Utrecht, zonder Ayoub, zo'n midweekse speeldag. Ja, daar liggen kansen. Ja, ze staan niet voor niks op de vierde plaats. Het is gewoon een goede ploeg, lastig te bespelen. Maar ja, ook daar liggen mogelijkheden. Nu is Excelsior, en ook jij, je bent een van die spelers van Excelsior, niet gewend om in korte tijd zoveel wedstrijden te spelen. Het zit heel dicht op elkaar, vrijdag ook weer één. Hoe vervelend is dat die planning zo valt? Ja, ideaal is het niet. Alleen als je kijkt naar Utrecht, dan hebben we hetzelfde. Die hebben ook 2 dagen rust maar gehad. Dus ja, om nou te zeggen dat wij er alleen last van hebben, dat is absoluut niet zo. Jij kwam vanuit de eerste divisie hierheen natuurlijk. Heb je dan toch wat aanpassingstijd nodig? Is het daarom, als je nu terugblikt, logisch dat je even moest wachten voor je basisspeler was? Weet ik niet. Ik heb de eerste seizoen zelf ook gewoon bij vlagen niet mijn niveau gehaald. En dan is het logisch dat de trainer je niet opstelt eigenlijk. En dan ben je wel ongeduldig, soms een beetje geïrriteerd. Maar ja, de trainer stelt je op als je de betere bent. En dat was ik blijkbaar de eerste seizoen zelf niet. Maar heeft dat te maken, het niet je niveau halen met misschien toch inderdaad die overstap? Nee, ja, ik had geen ideale voorbereiding. En daarna heb ik een paar keer een kleine terugslag gehad. En ja, daarbij haalde ik gewoon mijn eigen niveau niet. En als ik dat wel haalde, dan was ik misschien eerder gaan spelen. Op de linksbackpositie, dat is ook iets wat je misschien niet op voorhand voor ogen had. Nee, in eerste instantie niet. Alleen ja, iedereen wist dat ik er ook kan spelen. En daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Het gaan nog hele spannende weken worden. Vrijdag met name. Je merkt het wel al hier. Natuurlijk, jullie spelen nog tegen Utrecht. Maar die pot tegen Sparta, dat leeft wel heel erg. Ja, natuurlijk. Kijk, het gaat met Sparta is nu ook 3 punten. Dus het is voor beide ploegen ook gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Alleen wij proberen wel zoveel mogelijk gewoon eerst naar morgen te kijken. En dan pas weer naar vrijdag. Ben jij over jezelf inmiddels helemaal tevreden nu je in die basis staat? Nee, absoluut niet. Bijvoorbeeld de afgelopen wedstrijd tegen Zwolle. Daar kan je moeilijk tevreden zijn als je zo'n eerste helft speelt eigenlijk. Dan herstellen we de tweede helft wel redelijk en ik zelf ook. Alleen over die eerste helft heb je daar wel een nare nasmaak van. Gelukkig kun je het snel wegpoetsen deze keer. Ja, dat is absoluut waar. Dus morgen weer een nieuwe wedstrijd. En op zich, we hebben een klein resultaat gehaald in Zwolle. Dus nu hopen dat er morgen wat meer in zit.